Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto wolken boven het noorden van Nederland en op de Noordzee, maar elders is het vrij zonnig vanochtend. Er zijn wel wat stapelwolken, maar de zon schijnt toch geregeld, vooral in het midden en zuiden van het land. Alleen in het noorden kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 15 tot 17 graden vanochtend en er staat niet al te veel wind vanuit het noorden. Vanmiddag trekt de wind aan tot windkracht 4. Vooral in de oostelijke helft zijn er meer wolken en valt er misschien een enkele bui. In het westen schijnt zon geregeld en het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond wordt het helder, zijn weinig wolken en het koelt af naar 14 tot 16 graden. En morgen hebben we een rustige dag onder invloed van een hoge drukgebied boven de Noordzee. Er zijn wolken, maar de zon schijnt ook geregeld en het wordt in de middag 18 tot 20 graden. Een prima zomerdag. Dan hebben we dinsdag een dag met van het noorden uit buien, maar daarna komt de zon weer tevoorschijn en het wordt 16 tot 20 graden. Woensdag en donderdag zijn droge dagen en dan is het volop zomer met temperaturen tussen de 16 en 21 graden. Dit is Diana Woei van Weerplaza.nl.